Welkom bij een nieuwe vlog. Deze week bezoeken we Kasbah Glaoui. Van buiten niet zo bijzonder, maar van binnen des te meer. En we brengen een bezoek aan Ait Ben Haddou, een oude ommuurde stad met huizen en muren opgetrokken uit leem. En na onze zoektocht naar motorolie is er nog even speeltijd. Sold the house and we took the kids on the road where we found bliss, collecting adventures. We'll take you with us to explore in the north surrounded by the fjords, collecting adventures. We zijn in Telouet waar we in ruil voor het gebruik maken van het restaurant we een gratis nachtje mogen overnachten. Nou, we hebben de thee gekregen. Het is enig hier, toch? Zeker. Dit is... Dit is de eigenaar. Nou, de volgende ochtend. Ik heb gisteren nog even de olie gecheckt en die was goed. Maar ik heb nu even gestart en het lampje brandt nog steeds, dus dat is niet zo tof. Dus we gaan straks eventjes aan Ali, dat is degene waar we nu geparkeerd staan, van hem is het restaurant. Vraag of hij iemand weet die eventjes langs kan komen te kijken wat het is, want we hebben het gisteren even opgezocht. Er kunnen meerdere dingen zijn. Dus ja, we weten namelijk nog niks. Nou ja, dat het niet aan de oliepeil ligt, dat weten we dan weer wel. Nou, de koelvloeistof is ook net onder het minimum. Nu niet meer. Dus dat is fijn dat dat ook weer oké is. Vul ik hem tot de max? Ja, zet wel doen. Het waait als gek. Ik hou me een beetje in de wind. Ik hoop dat het zo goed staat. Maar we gaan naar de Kasbah toe. Nou, we gaan nu naar de Kasbah van Telouet. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Ali gaat ons de tour geven, die heeft ons wat aangeboden, dus dat is natuurlijk altijd leuk. Dan hebben jullie mee. Een Kasbah herbergt één of meerdere gebouwen en is voorzien van hoge muren en weinig buitenramen ter beveiliging van aanvallen. Kasbah Glaoui, vernoemd naar de machtige familie Glaoui, wordt vanwege de ligging nabij het dorp Telouet ook wel Kasbah Telouet genoemd. Het ligt aan de voormalige handelsroute door het Atlasgebergte tussen de Sahara en Marrakesh. Een ideale plaats om tol te heffen, dus hiermee werd dan ook een fortuin vergaard. De bouw begon in 1860 en in de loop der tijd werd er steeds verder uitgebreid. Tijdens de bezetting door de Fransen koos de familie de kant van de Fransen. Toen Marokko uiteindelijk onafhankelijk werd, werden alle bezittingen van de familie Glaoui, inclusief de Kasbah, eigendom van de staat en de Kasbah raakte daardoor in de jaren 50 van de vorige eeuw in verval. Nou, en dan word je dus ook weer verwacht dat je dan naar een corporatief winkeltje gaat. Als je dan de tour hebt gehad. Maar dit wordt een gevalletje kijk en niet kopen. Het is heel mooi allemaal, maar we hebben echt niks nodig hiervan. Posted on the wall.
het waait nog steeds behoorlijk. Ik hoop dat ik een beetje verstaan ben. Wij zijn vanmiddag aangekomen in Eid Ben Haddou. Hier is de camper. En hier is de kasbaas en de ksar van Eid Ben Haddou. We gaan morgen kijken. Ik ben heel benieuwd. Van de afstand ziet het er heel indrukwekkend uit in elk geval. Goedemorgen! We gaan vandaag naar Ben Eid Haddou. Goedemorgen. Hier. Oh. Ja, ik weet het al hoor. Hier. Alibaba, small Alibaba. Goeiedag. En voor wat dirhammetjes word je natuurlijk gewoon aan de andere kant van het water gebracht. Nou, de Gladiator is hier opgenomen een tijdje geleden, de eerste film. En de tweede film zijn ze nu ook hier aan het opbouwen. We mogen het eigenlijk niet laten zien, dus ik doe even zo. Maar er wordt daar een groot decor gemaakt. En I'm filming myself. En dat is wel grappig om te zien. Maar het is echt strikt verboden om hier te filmen. Dus ik ga het niet doen, want ik werd er al op aangesproken dat ik mezelf aan het filmen ben. Maar goed, dan weten we dat in ieder geval. Eid Ben Haddou werd mogelijk rond het jaar 750 gesticht door Berbers onder leiding van ene Ben Haddou. De stad groeide uit tot een knooppunt voor handelsroutes tussen de Sahara en Marrakesh. De stad staat bekend om de ksar. Dit is een verzameling van meerdere kasbahs. In 1987 werd de stad door UNESCO erkend tot werelderfgoed. Je hebt hier overal winkels. Je komt geen steek verder. Al die verkopen spreken natuurlijk aan hier nog meer. Nu lopen we gewoon eigenlijk door een huis. Dit is ook wel heel bizar. Het ziet er wel gezellig uit. Dit was dus valstrik. Je loopt dus gewoon dat huis binnen terwijl je niks in de gaten hebt. En dan aan het eind zit die mevrouwtje daar zo. Kijken of we bovenop kunnen komen. En dan moet je in een keer 10 dirham betalen. Of dan heb je per persoon of per gezin een week. Dat is me ook niet helemaal duidelijk. Maar, is het zwaar, Kimmetje? Ja, een beetje wel. En hierboven op de top staat een graansilo. En die is ook helemaal ommuurd. Dit was gewoon de extra verdedigde muur, zeg maar. Dus dit was eigenlijk het belangrijkste onderdeel van heel de ksar. Je ziet hier dus overal van die kindjes met leguanen rondlopen. En waarschijnlijk is dan de bedoeling van iemand gaat ze aaien en dan gaan ze weer geld voor vragen. Ze vragen overal geld hiervoor. Maar goed, dat is ook wel weer logisch met al die toeristen hier. Vond je van de ksar, Michiel? Wie wat? De ksar, waar we waren. Ja, is van afstandje heel mooi. Mm-hmm. Binnen denk ik, ja, al die winkeltjes die leiden wat af. Ja, een klein beetje.
het gebouwtje bovenop vond ik niet zo, maar het uitzicht was fantastisch. Ja. En dit zijn de aanwinsten die ik vandaag heb niet gekocht. Wat is het? Een schorpioen. Het is ingegoten in een weet ik veel wat. Ja. Ja, inderdaad van een soort epoxy of zo. Het is helemaal verhard. Sleutelhanger. Kijk, okay. Mooi aandenken. En we hebben ook allebei nog een. Oh. Goed. En mijn twee. Mooi hoor. We zijn net weer vertrokken vanuit uit Ben Hadou. We gaan nu richting Oerzazaat. En dan gaan we eerst even op zoek naar de goede motorolie. In principe zit er genoeg in, maar waarschijnlijk gaat het lampje pas uit als die helemaal vol zit. Max, daar gaat hij hoor. Met de fles olie. Het ding is namelijk dat we motorolie 0W30 nodig hebben en ze hebben hier overal 5W30. Dat schijnt iets met de temperatuur te maken te hebben, maar we hebben wel even contact gehad met Truckland in Nederland. En die zeiden van je kan beter niet mengen met elkaar. Als het echt moet, dan kun je het beste net onder de minimum vullen, dus zo min mogelijk van de 5W30 er doorheen doen. En dan vullen als je een nieuwe hebt gevonden. Nou, hadden we nog zoiets ongeveer in die fles zitten. Dus we zitten wel weer boven het minimum. Dus in principe zou het goed moeten gaan. Alleen brandt dat lampje nog. Twaalfde winkel. We hebben echt eerst heel veel. We hebben het gewoon gevonden! We hebben, ik denk, 7 benzinepompen gedaan voordat we het stadje inreden. In het stadje hebben we garages gehad, een Goodyear. En nu de Michelin had hem. Kostte €75 voor 5 liter. Dat kan toch ook niet normaal zijn? Maar goed, we hebben hem, dat is het belangrijkste. Ik heb niet besproken, maar ik geloof dat we nu naar een camping gaan rijden. En laten we de motor afkoelen, daar vullen we hem bij. En dan. Hopen dat hij, als we hem dan morgen starten of vanavond even om te checken, dat hij dan oké even een melding weggaat. Ja. Nou, we zijn weer aangekomen op de camping. We stonden eerst hier en nu staan we hier op het plekje waar Tom en Helen stonden. We gaan eventjes het centrum in, want ik ben daar wel geweest met Helen en Ilona, maar nog niet met de bende. Dat gaan we even doen. Het zonnetje begint een beetje onder te gaan hier. En dat betekent dat iedereen een beetje mag gaan eten. Het is ook echt heel rustig op de weg. En taxis hebben we ook nog niet gezien. Dus dat wordt misschien nog wat om een taxi aan te gaan houden. We made it! De taxichauffeur zei dat over 5 minuten alles hier open en los gaat. Ik ben heel benieuwd. Ze hebben het goed getimed. De 5 minuten bleek iets langer te zijn, maar na een bakje koffie en thee kwam er gelukkig nog leven op dit plein. Daar gaan we op het zeepaard. Buiten wees ik ook dat we te horen zijn, maar die jongens hebben geluk, die mochten nog een keer. Wij niet. Nee. Dus wij staan nu even te verkleunen, want het is echt koud hier zo. Het waait ook. Het is echt koud hier. Niet zo lekker. Het is denk ik 17 graden of zo. Nou ja, maar koud wil je het hebben. Je went er een beetje aan, al die warmte. Het Marokkaanse bloed begint een beetje te stromen. Dat is wel waar. Goedemorgen. Nou, we zijn weer op weg. We hebben gisteren de olie bijgevuld. Die is nu op de maximale niveau, dus dat is goed. Lampje brandt nog. We hebben even wat onderzoek gedaan en nagebeld, nalaten bellen door mijn zwager. En er blijkt eigenlijk dat het lampje niet uitgaat als het olieniveau weer goed is. Want we verwachten wel dat dat het is, maar het lampje brandt nog. Dus we gaan nu voor de zekerheid terug naar Marrakesh.
Dat betekent dat we heel veel extra kilometers moeten maken en ook een hoop tijd. Dus we hopen vandaag wel tot Marrakesh te komen. Over en dat we dan morgen onze route kunnen hervatten. Tenminste, dat betekent eigenlijk dat we morgen vanuit Marrakesh terug gaan rijden. En dan gaan we naar de Toga-kloof, hoe heet die? Totga-kloof. Dus het is een beetje vervelend allemaal, het kost een hoop extra tijd, maar we willen gewoon dat lampje, dat er naar gekeken wordt en dat die gereset wordt. En dat we zeker weten dat we niet onze auto in de prak rijden. Dat is ook niet fijn. Maar Marrakesh vanaf hier is nog wel 300 kilometer. Ja, we moeten 3 uur en 41 minuten, zegt Google. Nou, tel er maar een uurtje bij op, sowieso. Niet relaxed, wordt maar... Het wordt laat vanavond. Het is voor ons de beste optie, dus ik hoop dat ook onze reis over 600 meter gaat komen in Marokko. De tweede afslag. We hadden net opeens een idee. Als je de accu ontkoppelt en weer aankoppelt en de foutmelding is verholpen, dan zou dat lampje uit moeten gaan. Dus we kwamen langs een garage, dus we zijn uitgestapt om te vragen of die voor ons de accu kan ontkoppelen en weer aankoppelen. Fingers crossed dat dat lukt, anders moeten we alsnog naar Marrakesh. Ik vind het wel spannend, ik zeg het eerlijk. We gaan hem weer starten. Hij brandt nog steeds, geloof ik. Dus we hebben nu zo'n uitleesapparaat gepakt. Gaan ze even kijken of ze hem uit kunnen lezen. Kijken of we wat kunnen vinden wat dan het probleem is. Dan weten we in ieder geval weer wat meer. Dus dat is ook wel fijn. Als het werkt. Het is geen via professional. Dus dat is een dingetje. Nou, het lijkt erop dat het gemaakt is. Hier was een lampje. En het lampje is uit. Hij doet het nu niet meer. We gaan een stukje rijden om te kijken of het echt klopt. Mijn broertje is nog heel even met Truckland Nederland aan het bellen. Om de foutmelding door te geven die ze hier hebben uitgelezen. Maar het lijkt allemaal oké te zijn nu. Fingers crossed. We gaan het zien. Hallo. Nou, alle lampjes zijn nog steeds uitgebleven. Dus wij zijn nu even aan het lunchen. We hebben besluit genomen om door te gaan met onze reis. Dus niet terug naar Marrakesh, naar een Fiat Professional. Want alle lampjes zijn uit. Alle foutmeldingen die er waren zijn opgelost. Het was eigenlijk gewoon de koelvloeistof eigenlijk die de problemen veroorzaakte. Die is bijgevuld. Dus dat is verholpen. En we hebben nu wel een uur gereden of zo. En alles gaat goed, vermogen is goed. Vermogen was eigenlijk al goed naar wat we erin hadden gegooid al allemaal. Dus ja, we dachten ook van als we nu gewoon gaan rijden en het is niet oké, dan gaan die lampjes weer branden. En dat gebeurt niet. Dus we hebben er eigenlijk ook wel alle vertrouwen dat het goed gaat. Dus, gelukkig. De motor is nog niet eens 1,5 jaar oud. Nee. Dus was gewoon, denk ik, bij die bergrit was het gewoon net too much met de koelvloeistof. En dat was gewoon die zat wel ook echt een stukje onder het minimum. Ja. Dus we hebben ons voorgenomen nu dit allemaal iets beter in de gaten te gaan houden. En wat heel handig is, zorg dat je de goede motorolie bij je hebt. Kijk goed wat je nodig hebt voor jouw type motor en zorg dat je daar in ieder geval een fles van bij je hebt. Rijd de wisselvloeistof en koelvloeistof en dan ben je helemaal voorbereid. En met deze wijze les zijn we alweer aan het einde gekomen van deze vlog. Vond je het een leuke vlog? Vergeet dan niet een duimpje omhoog te geven. En als je nog niet geabonneerd bent, doe dat dan meteen. Dan hoef je niks te missen van onze avonturen. Tot volgende week!